Mijn naam is Ramon de Lima. Ik ben de voorzitter van Stichting Nachtburgemeester Amsterdam. Ik ben ook wel de interim nachtburgemeester. En onze organisatie zet zich in voor een levendig, divers en inclusief nachtleven. En het is misschien een beetje gek om nachtburgemeester te zijn in een tijd dat er eigenlijk helemaal geen nachtleven is. Want vanwege de coronacrisis is dat nachtleven al meer dan een jaar of bijna een jaar verboden. En de grote vraag is, wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten op de dansvloer? Nou, die vraag is, het antwoord daarop is nog onduidelijk. Want het kabinet heeft ons nog niet perspectief geboden. Volgens de routekaart mag het nachtleven pas weer als het virus het land het is. Nou, dat kan natuurlijk nog heel lang duren. Maar wij hopen door te lobbyen dat het nachtleven alsnog, al is het maar een klein beetje, eerder open kan.